Mijn naam is Martin Schellekens. Ik ben projectdirecteur namens Heijmans voor het Nationaal Militair Museum. En we zijn in het Nationaal Militair Museum. En dit is een project waar Heijmans vanaf het begin af aan betrokken is bij het ontwerp tot en met de bouw en nu de onderhoud en beheer. En dat is voor Heijmans de eerste keer dat ze van begin tot eind zeg maar volledig verantwoordelijk is voor zo'n project. Dat betekent bijvoorbeeld voor de horecavoorzieningen dat we dat niet zelf doen. Heijmans kernactiviteit zal niet zijn koppen koffie zetten of appeltaart uitserveren. Alles wat ze hier doen, moeten doen vanuit de context van 25 jaar. Wij moeten lange termijn denken. Dat betekent overigens ook dat de partners die je selecteert vooral niet alleen op prijs moet selecteren. Prijs is belangrijk, altijd natuurlijk, maar je moet andere criteria ook bij betrekken. Dus hoe is jouw veiligheidssysteem? Hoe is jouw kwaliteitsmanagementsysteem? Dat zijn allemaal vragen die we misschien eerder wel ooit hebben gesteld, maar nu daadwerkelijk stellen en we willen het ook zien. Maar de klant betaalt mij voor die beschikbaarheid. En dat is een vergoeding die dus ook alleen maar de service vergoedt. Op het moment dat wij dus niet voldoen aan een aantal criteria, bijvoorbeeld de verlichting is niet goed, er is verfvuil buiten, het dak lekt, al die dingen die kunnen eraan gebeuren, waardoor ik ook het gebouw niet beschikbaar kan stellen of de buitenruimte, dan krijg ik er ook een korting op. Want de redenering van de klant is, u levert mij niet de waarde die u mij beloofd heeft. U heeft mij namelijk beloofd een volledig beschikbaar gebouw met de omgeving wat voldoet aan allerlei eisen. En daar betaal ik u voor en zo niet, dan word je op gekort. Per maand worden we daar ook voor betaald, maal 12, maal 25. Dat geeft overigens ook aan waarom dit interessant is voor Heijmans vanuit het perspectief niet alleen complexe bouwopgaven en we kunnen ook een toegevoegde waarde leveren op een andere manier. We hebben ook een continuïteit daarmee van 25 jaar in cashflow. Ik stel me zo voor dat jullie wel verschillende belangen hebben, want hoe minder bezoekers er komen, hoe minder kosten u maakt. Nou, goed dat u dat zegt. Basisuitgangspunt is dat wij gezamenlijk willen dat dit een succes wordt. Een gezamenlijk succes, veel bezoekers per jaar, dat straalt ook in positieve zin af op Heijmans, want dan hebben wij in ieder geval ook iets wat succesvol draait. Dat is sowieso positief. Het punt waar u op doelt, dat is een relevant punt, want we zouden eigenlijk tegengestelde belangen hebben. Want als je het heel simpel zegt, ja, bij nul bezoekers hoeven wij natuurlijk minder te onderhouden, minder schoonmaken, minder beveiligen. En draagt niet bij aan het doel van het museum, het publieksvriendelijk museum. Nou, we hebben dit probleem vrij snel ontdekt en dat hebben we ook meteen bespreekbaar gemaakt met Defensie. Dat hebben we al gedaan in de tenderfase. Wat op zich vrij uniek is, want je bent nog in concurrentie en toch leg je al een probleem op tafel. En Defensie heeft toen gezegd, ja, dat heeft een goed punt. Dus we moeten kijken hoe we de belangen weer parallel zien te krijgen. En uiteindelijk zijn we op een modus uitgekomen dat we boven 200.000 bezoekers, want we hebben het museum gemaakt voor 200.000 bezoekers, dat boven die 200.000 bezoekers, wij delen in een bepaald percentage van de ticketopbrengsten boven die 200.000. En die extra ticketopbrengst die moeten zeg maar compenseren voor het feit dat we dan meer onderhoud moeten gaan plegen, meer schoonmaken of meer beveiligen, et cetera.